kijken. Olivia, zing dat nog eens een keer. Wat zong je net? Hey guys, welkom bij een nieuwe vloggie. Het is vrijdag. 37 graden. Nee, het was 38. Hij was net op 38. Ik heb een screenshot. En we gaan Olleke zo halen. Ik ben heel benieuwd wat ze aan het doen is op de crash. Ja, niet? Oververhit, in de schaduw, poelen poelen. Poelen poelen. Zij noemt als zij in een plas gaat of in een zwembadje, noemt ze het, ik ga poelen poelen. Dat heeft ze volgens mij van Peppa Pig. Oh, het wordt zondag, maandag en dinsdag bewolkt. Maar niet in? En de dag dat ik wegga, gaat de zon schijnen. We gaan naar Sneek volgende week. Tenminste, niet alleen naar Sneek. Oh ja, top. Naar Friesland weer, net als vorig jaar met de boot. En daarna, die week daarop, gaan we naar Positano. Daar hebben we echt super veel zin in. Ik heb daar vooral extreem veel zin in. Ja, we're gonna get our little girl and start the vlog. Good morning guys, het is zaterdag. Ik moet even zachtjes praten, want Olivia ligt hard slapen. En ik ga naar Utrecht, naar de Bijenkorf, voor de meet and greet met Superga. Ik heb dit pakje aan van Storage en deze schoenen van Superga, van mijn Superga collectie. En Biebsje gaat gezellig mee, so let's go. Wij zijn onderweg naar Utrecht en Jessica, mijn collegaatje en Bibi gaan gezellig mee. Biebsje, waarom ben je zo donker? Bibi en ik zijn een beetje moe. Verbochtje. Ja. Omdat het voor het eerst regent of zo. I don't know. Zegt ze van dat geweer waar je gaar van. Maar volgens mij gaat de zon nu weer schijnen. Ja, het lijkt er wel goed uit. Die donkere wolken zijn weg. Ja. Dus wij gaan even de meet and greet doen. Wil jij filmen? Ja. Leuk. Goed. Ik zie jullie zo. I miss your call, but you'll feel me later. Little bad behavior. Wij zijn klaar bij de meet and greet. En het was heel leuk. Er waren heel veel leuke mensen gekomen. En heel veel mensen hadden de Superga's gekocht. Echt super leuk. En nu gaan we weer terug naar Amsterdam. En dan zien we daar Sander en Olivia. En dan gaan we naar George in Laden. Want daar gaan we met allemaal mensen. Met Valentine en Nick en de kindjes. Suus en Louis en de kindjes. Iedereen gezellig eten. Ik ben naar Utrecht naar Laden gegaan met Sander, Bibi, Olivia. We zijn met iedereen weer gezellig. Vali, jongens, Coco, Kato, Coco, Lulu, Susje. En we gaan hier eten. Nog pasta van Bibi. Oh ja, alleen nog een carbonara. Good morning from my ultra messy. Ultra messy. Ik las het, ik kan niet meer praten. Dit is wat ik aan heb vandaag. Dit ding van Storeheads. Ik draag alleen maar kleding van Storeheads. Mijn Dior ketting. Chanel tasje, dit hoekje van H&M, volgens mij oude. En ik doe dan even sandalen aan. En we gaan met Kay. Ik heb trouwens niet echt make-up op, alleen concealer. We gaan met Kay en Diego gaan we ontbijten. Nou, waar is al mijn staf? Nou, is kwijt. Oké, ik ga mijn spullen pakken en gaan. Zo, ik zie er verrot uit. Jezus. Sunday morning, tour de Amsterdam. Kijk nou toch. I miss your call, but you feel me later. Little bad behavior. I'm about to turn it on. Olivia, waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe, schatje? Leuk. Zal ik hem zo bij je aandoen? Dan heb je dezelfde jurk als je vriendin Lou aan. Ja,
Wij zijn dus bij Melkstar Café. Aangekomen. Ik heb ook gewoon een menukaart in plaats zien. Dat is zo leuk. En we zijn dus met Yuki, Olly, Lua. Oh, die ziet er zo lekker uit. Sander, kijk eens wat ik wel heb. Een kwartje. Nou, hier zijn Lua en Diego, Bo, Rebecca. En waar is Yuki? Hier. Hey, een Joekje. En Olly is, waar is Olly? Is, je krijgt hem al, kom snel. Wacht, kan je even dit filmen? Deze is voor Olly, jij hebt een broodje. We hebben net foto's gemaakt in dezelfde jurkjes. Die is ook echt niet normaal groot. Moet alleen die arm moet even weg. Ja, maar kijk hoe blij Olly kijkt. Good morning! Het is maandagochtend. En we gaan naar de boot zometeen. We gaan een aantal dagen op een boot in Friesland. En daar wil veel zin in. En ik ben mijn spullen aan het inpakken. Waarom lach je? Lachen. Why are you laughing? Dus dat gaan we doen. Ja, we gaan het filmen. Olivia heeft prinsessenjurken. Horloge? Ja. Dat is goed. Doe maar in de tas. Goed. Goed. Mag ik even vasthouden? Ja hoor. Is echt super mooi. Die is van Kaki. Nee, die is van mij. Maar Kaki heeft wel een beetje dezelfde. Oh, die is van mama. Ja. Die is voor omdoen. Moet ik hem bij jou omdoen? Nee, ja. Oké. Okay. Wij zitten in de auto. We zijn net aangekomen in Sneek, waar de boot is. En dit meisje is net wakker. Zullen we even kletsen? Ik wil goed naar aantrekken. Wil je nu bij mij kletsen, mijn oor? Nee. Nee? Het is een beetje warm. Heb je het een beetje warm? Ja, mama is warm. Is mama warm? Ja. Hey guys, wij zijn op de boot aangekomen en ik dacht, het is misschien wel leuk om jullie een boottour te geven. We zijn dus in Friesland en het is nu bewolkt. Maar let's do it. Dit is dus de boot, hier kom je naar boven. En dan kan je hier chillen. Ik kan hier ook een bank van maken. Zo. Sander. Hier is Sander's area. Sander stuurt de boot. Hi, Biebs. Oeh, Chippy valt. Nee, je kan hier niet vanaf. Bibi, kan je er even vanaf tillen? Hier stuurt Sander. Ik ga even een rondleiding geven op de boot. Ik ga ook mee. Ja, is goed. Nou, hier loop je de trap af. Ja. Oh jee! En dan is hier onze woonkamer. Ik zal een linkje hieronder zetten naar waar de... Hier hebben we de Netflix tv voor Olly en ons. Ga ons laten zien. Hier is ons keukentje. Mijn computer, ik was even een beetje aan het werken, hè, Ol? Ja. En hiervoor is het voordek. Ik ga even alles laten zien in de vlog. Dan loop je hier weer naar beneden. En dan als eerste heb je hier Bibi's kamer. Bibi heeft luiers nog. Bibi is pas 4. En dan heb je hier Bibi's badkamer. Heb je een douche eigenlijk? Nee, die is hier. Kijk. Oh echt? Heb je een aparte badkamer? Nee, een aparte douche. Ik vind het zo schattig dat we allemaal van die kleine rituals dingetjes hebben, ja, hè? Dat En dan hebben we hier, hebben we... Van wie is deze kamer? Van wie is deze kamer? Wil jij je eigen kamer even laten zien? Ja. Wat zien we hier allemaal? Even laten zien, mijn bed. Ja, maar dit is jouw bed, hè? Je boekje ligt er en al je knuffeltjes liggen daar. En dan gaan we weer naar boven. Ja? Ja, dat bed heb ik al laten zien. En dan kan je hier, kan je naar beneden weer. Hier zijn volgens mij mijn kasten, heb ik nog niet echt gekeken. Dit is de kamer van mij en Sander. Ik heb het gevoel of mijn lens weer vies is, but I'm not sure. Hier heb ik even wat kleding gelegd. Wat vinden jullie van deze hoodie trouwens? Best wel grappig, hè? Ja, hier heb ik even wat dingetjes neergezet. Hier is onze tv, waar ook Netflix op zit. Hier is een make-up plekje voor mij. Kan je zitten? Ze hebben hier trouwens ook echt zootje over van die USB-opladers. I love it. Kom maar aan, schatje. En dit is de badkamer van mij en Sander. And that's me. En hier is onze douche.
Wil jij iets vertellen aan de vlog? Nee. Wat wil je vertellen? Au. Wat wil je vertellen? Plas. Moet je plassen? Bibi en ik gaan morgen een Q&A filmen. Wanneer zal ik die posten? Ik denk dat ik die vrijdag ga posten. Ik weet niet of jullie echt tijd hebben of jullie op vakantie zijn om video's te kijken. Of genoeg wifi hebben. Ja? Ik heb geen make-up op, ik zie er echt niet uit. En ik heb deze ketting nieuw. Die shell necklace. I like it. Wat kan ik nog meer vertellen? Oh my god. Kijk deze foto. Nee, die zag ik net. Ja, ben jij zo klein? Zo klein. Net crazy. Maar ik weet het ook nog. Jongens, ik heb besloten dat ik weer een lok in mijn haar ga knippen. Deze. Die is nu uitgegroeid. Zo. But I kind of miss it. Ik ga dat volgende week, voordat we naar Italië gaan, weer doen. We gaan naar Positano en Capri. Met de fans, een weekje. En daarna gaat Bibi met haar moeder 2 weken naar Ibiza. En Sander 2 weken naar Amerika. En wat Olly en ik gaan doen, is not sure. Ik denk dat we gewoon Amsterdam blijven. Dus, dat. Wij zijn bij een restaurantje gaan zitten in Grauw. Hier zijn we vorig jaar ook geweest. Voor degene die vorig jaar de vlogs hadden gekeken van de boot. We hebben dit vorig jaar ook gedaan. En dit heet Ooster... Hoe heet het restaurant? Iets met Ooster... Oostergal. We hebben deze kleine meid. En deze kleine meid. En Sander die is even de fles aan het opsporen. Olivia. Het is lekker. Heb je een bedkamer moment? Ze zit in een staar. Hey. We zijn in Grauw. Zo leuk. Dit zou dit zijn. We hebben zo'n lekker broodje. Dit broodje? Ja. Weet ik? Zo lekker brood. Afpakbroodje. Wat zou dit zijn? Tonijn? Ik denk makreel. Oh ja. Het eten is gearriveerd. Wat heb jij liever? Wat heb jij? Anderhalf uur voor het eten. Ja, dat klopt. Dat is waar. Ik heb een Caesar salad. Ziet er wel lekker uit. Ja, ik ga het voor je pakken. Olivia heeft een tomatensoep. Maar die wil dat groen weg, toch? Ja. Je wil het groen niet zien, toch? Kom maar eens lekker uithalen. En Bibi heeft een biefstukje. En ik heb een quinoa salade. Eet makkelijk. Hallo. Oké, we zijn klaar met eten. Ik zou dus echt nooit boos worden in een restaurant, maar we waren net wel gewoon echt randje. Ja, maar het was wel heel lekker. Dus dat ja, is dat wel. Kan ik niet anders zeggen dat het niet zo was. Ja, dat is jouw idee. Ja, dat is een schattig gegeven. Huisje dit. Kijk nou, mooi. Grauw is zo'n mooi dorpje. Ja. Crazy. En nu gaan we Bibi en Olly zoeken, die zijn een ijsje aan het halen. Ja. And then we go back to the boat. Ja. Dan gaan we Olly naar bed leggen en dan gaan wij Uno spelen. Uno! Right? Ja, leuk. Ik heb dat zo lang niet meer gespeeld. Vroeger speelden we dat altijd met Bibi in Ibiza. Zullen we elke keer als iemand verliest een shotje wodka? Including Bibi? Nee. Nee, dat is waar. Oké, nou, we gaan even die kids zoeken. IJsje! Dit is wel het lekkerste ijsje. Is dat? Toch? Sowieso. Maar Olivia die is echt zo ontzettend blij met haar ijsje. Olivia, hoe blij ben je met je ijsje? Deze! Nieuwe! Ze is echt heel erg blij. En Norni heeft het ijs al op. Wat neem jij? Stella. Leuk. Zin in? Lekker. Olly, mag ik een likje? Nee. Nee. Dan jij. Een likje was. Is het lekker? Je haar zit echt prachtig. Trouwens, papa, toen jij mij stuurde naar dit ijsding, toen dacht ik dat hij naar links moet, maar het moest eigenlijk naar rechts. Klopt. Alleen zij zei, nee, we moeten hier naartoe. En toen zei ik, nee, we moeten daar naartoe. Dus zij wist gewoon waar we naartoe moesten. Echt waar? Olivia, zing dat nog eens een keer. Wat zong je net? Melk. Melk. Melk.
Gaat hij doen? Dit is echt zo'n Pretty Little Liars winkel. Ja, ik ga dat. Kom, we gaan eventjes naar binnen kijken. Dit is zeg maar echt waar ik nu ben. Dit is echt de poppenwinkel. Die poppenwinkel uit Pretty Little Liars, hè? Zullen we gaan? Zo'n zieke serie. Ja, yeah, I know. Maar deze winkel doet me hier echt aan denken. Ja, mij ook. Echt toen ik al hier naartoe liep, toen dacht ik, oh, oké. Kijk, kip is mooi. Kijk, wel echt een hele mooie hond. Wauw. Huh? Mooie hond. Maar ik doe echt een heel lief kinderjurkje binnen trouwens. Oh ja. Oké. It's game night. Game night. We zijn Uno aan het spelen. Kennen jullie dat? Spelen jullie dat? Ik ken het nog. Ik mag beginnen, toch? Nee, ik mag beginnen, want jij was net begonnen. We gaan een rijtje. Kan een beetje hierop zitten. Ja. Oké. En guys, ik wil ook even de vlog afsluiten. Vanuit Grauw in Friesland. Want het is maandag en we hebben alweer heel veel gevlogd. De volgende vlog wordt weer op de boot, want we blijven hier nog even. Ik ga één dagje naar Amsterdam om te werken en afspraken te doen op donderdag. Maar voor de rest ben ik in de boot. En Olly slaapt lekker. Je moet even close-up van de kerktoren maken, dat is zo mooi. Waarom vind je die kerk zo mooi? Hier is de kerk. Kerk wel een beetje mooi. Zeggen jullie gedag? Zeggen jullie dat de mensen moeten subscriben zodat we eindelijk 100.000 subscribers hebben? Wat doen jullie dan? Ja, we moeten echt een gekke daad doen. Wat we dan gaan doen? Ja. Dan, als wij 100.000 volgers hebben. Volgers is dat? Subscribers, ja. Subscribers. Yeah. Subs. Subs. Dan kiezen we 4 subscribers. Ja. En dan gaan we een mukbang mee doen. Ja, dat is goed. Oké, okay. Nou, jullie horen het hier. Subscribe. Guys, bedankt voor het kijken en tot zondag. Doei.